75 jaar als Basha is het heugelijk feit en een bijzondere mijlpaal, zegt Humphrey Yeru, districtscommissaris van Boven Suriname. Vanmorgen is Basha Simon Yeru gehuldigd door vicepresident Ashwin Adin. Yeru herdacht op 24 januari jongstleden dat hij 75 jaar de functie van Basha vervult. Volgens de DC is dit heugelijk feit door God mogelijk gemaakt, omdat hij momenteel burgervader is van Boven Suriname en zijn oom nu de waardering krijgt voor het werk dat hij de afgelopen 75 jaar als Basha heeft verricht. Mi preti adewang belangrijk moment kimi omdat voor alle dingen brada na safu een voor mi pa na ewanda libi en nog meer ay dumi bong voor beka aben in a periode disi lekwa steun zodat ik kan vallen terug in mijn papa. Ik moet staan morgen in mijn maatschappij, maar ook in mijn familie. Zo, ik ben dankbaar naar de regering voor Suriname dat die opinie geeft dat ik zo'n mijlpaal in mijn pressie de regering nog aan het. En in mijn schatpisting, ik kan dat ik probeer te staan in elkaar. En ik ben dankbaar naar het ministerie voor RO, het commissariaat, vice-president, natuurlijk een president. En het is nou een granny wiki naar gemeenschap voor Boven Suriname. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling, zegt dat de Basha alleen maar genade heeft ontvangen van God. Want zonder genade zou hij niet zo ver zijn gekomen. Volgens vice-president Ashwin Adin moet de samenleving hun seniore burgers koesteren. Want als ze wegkomen te vallen, voel je als een wees, zegt de vice-president. Die misser heeft nou een genade, dat ik me knap dat idee. Ik denk dat het is een palis bij jou ook, omdat ik 30 jaar ben wachten te komen. Dus je begrijpt dat ik me ook toen nou een genade. Ik wil die tangi, want toen nog horen langer. Na alles maar, zal ik een DDC ook kan realiseren, zal we doen dan ook. A eerste lezing zal ik hier aantoren, dat ik dat ook in grond, dat toen was het 73 jaar. En vanaf het moment dat hij bij Abuno en de Taki heeft kiezen genade, Basha, dan kunnen we met haar leven staan. Ik voel die bescherming weg. Dus papa, mo, dat ting respect, dat ting, je hoopt dat je tangen nu minder in de 20-jaring. Met die wijsheid, zodat wij ons niet alleen voelen. Die wijsheid hebben we nodig om ons te geleiden. Wij willen beschermd voelen, wij willen niet alleen voelen. En met alle respect namens de president feliciteren wij u vandaag. En we zeggen u dank voor uw grootste bijdrage voor land en volk. Vice-president Ashwin Adin en daarvoor Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling. Zij spraken vanmorgen tijdens de huldiging van Basha Simon Yeru, die 75 jaar in functie is. De huldiging vond plaats op het commissariaat van Sipaliwini aan de Zwaardenhovenbrugstraat.